Somatotropine is een hormoon dat elke koe zelf aanmaakt. Het stimuleert de melkproductie van de koe. Maar sommige boeren spuiten hun koeien in met extra zelfgeknutselde somatotropine. En daardoor gaan ze meer melk geven, maar dit is niet zonder risico. Nou, dat betekent uiteindelijk ook dat die koeien gewoon meer melk willen geven dan ze lichamelijk eigenlijk aankunnen. Voor de koeien betekent het eigenlijk hetzelfde als dat we niet willen hebben dat wielrennershormonen gebruiken, omdat ze in feite ook zichzelf opblazen. Als mensen dat binnenkrijgen, het koeien groeihormoon, dan gebeurt er verder niks. Maar door het hormoon in koeien in te spuiten, gaat een andere stof in de melk, het is genoemd IGF, dat gaat omhoog. En IGF is ook bij de mens werkzaam. En IGF wordt in een aantal wetenschappelijke studies wordt dat gerelateerd aan toename van kankerincidenties, borstkanker, prostaatkankers. En dus is het inspuiten van koeien met somatotropine in Nederland verboden. Tests hiervoor bestaan al, maar die zijn tijdrovend, duur en kunnen alleen in een laboratorium worden uitgevoerd. Maar binnenkort kan elke controleur met één druppeltje melk de test in een minuutje doen op de boerderij. Simpel dus, maar de techniek erachter is best ingewikkeld. Dus het is eigenlijk een stoplicht waarvan de kleur van het licht laat zien of het antilichaam aanwezig is. Dus als het antilichaam aanwezig is, is het blauw. En is het antilichaam niet aanwezig, dan hebben we groen licht. Om aan deze eiwitten te komen, zochten de wetenschappers de hele wereld af. En dat is een eiwit wat eigenlijk oorspronkelijk voorkomt in een diepzeegarnaal die op 5000 meter onder de zeespiegel leeft. Als de test af is, dan moet het er bij de koe van een brave boer ongeveer zo uit gaan zien. Wanneer de test op grote schaal gebruikt gaat worden, is nog niet duidelijk.